Vandaag bij mij aan tafel presentator Art Rooiakkers over het succes van het tv-programma Wie is de Mol? CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Eelco Brinkman en de CEO van Siemens Nederland Ab van der Touw. U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, u kijkt naar seizoen 5 van de wekelijkse talkshow van Omroep West over ondernemen, politiek, entertainment, kunst en cultuur en sport. Kortom, welkom weer bij Frits. Na 15 seizoenen is de populariteit van Wie is de Mol naar ongekende hoogte gestegen. En hij was de winnaar van seizoen 11 en is nu het gezicht van het programma. Dit is het laatste paaltje dus. Oké, ik ga het zoeken. We gaan staan. Ja. Heel diep acht. Hier. Waar? Ik heb hem. Hè? Patrick vond de envelop waar ik keihard voorbij rende, omdat ik zo aan het zoeken was dat ik eigenlijk gewoon niet goed aan het opletten was. Ja? Ja, top. We kunnen mollen, hè? Hè? We kunnen mollen, hè? Wat wil je doen dan? Weggooien. Oké, wat bedoel je nou? Ja, we kunnen hem nu weggooien. Ja, doe maar als je wil. En ik dacht, ik ga Patrick eens even uitchecken. Dus ik zei, dat is goed. Doe maar. Gooi maar weg. Want ik wilde kijken wat hij zou doen. Wat moet je nu doen? Anders kan het goed. Jongens, kom redden! Ja, Art Rooiakkers, welkom. Dankjewel. Dit was 2011, hè, toen je zelf meedeed. Nee, inderdaad. Nee. Toen jij meedeed, was je toen eigenlijk van tevoren al fan van het programma? Ja. Ja, zeker. Maar ik moet wel eerlijk zijn, ik keek bijna nooit naar Wie is de Mol is overdreven, maar niet vaak. Maar dat kwam omdat ik meestal groen van jaloezie was op de kandidaten. Dus ik was al een paar jaar was ik zo, nou, net als bij jou, het is een beetje een dans die uitgevoerd wordt met potentiële kandidaten. En het is vaak de agenda die in de weg ligt. Dat was bij mij ook zo, dus het was een paar jaar dat ik mogelijk mee zou kunnen gaan. En dan lukte het telkens niet. En dan zag ik ze weer bungee jumpend ergens vanaf springen. Of een spectaculaire opdracht in een exotisch land. En dan dacht ik, daar had ik moeten zijn. Ja. Dus daarom keek ik niet altijd. Maar ik was zeker fan. Dus er was ook geen enkele twijfel toen je werd gevraagd? Nee, het zat hem in die agenda. Dus toen het eindelijk ging lukken, toen was ik wel verheugd. Aankomende donderdag, voor het eerst live finale. Ja. Van seizoen 15. Er zijn nog 3 deelnemers. Mm-hmm. Margriet van der Linden, ja, die is het natuurlijk ook. En Rick van der Westerlaken. En Rick van der Westerlaken, de nieuwslezer. En Marlijn Weerdenburg, de zangeres. Hoe vaak krijg jij deze dagen de vraag, Art, wie is de mol? Nou, wel heel vaak. Ja. Ik woon in Amsterdam, schuin tegenover een school, een basisschool. En nu deze dagen ga ik niet naar buiten op het moment dat de kinderen net naar school gaan of naar buiten gaan. Want die kijken allemaal Wie is de Mol. Ja. En dan is er, wie is het dan? Nou, dan blijven ze achter het vertellen. Ja, maar we zijn nu onder elkaar, dus ik kan het inderdaad wel zeggen. Het is dus als de camera's uitgaan. Het is maar goed. Ja, nou. Oh, ja, zie je toch? Ja. Oké. Mijn tweede gast die groeide op in Eindhoven. Zijn vader studeerde wiskunde en natuurkunde en werkte bij Philips. Zelf ging hij een hele andere kant op. Hij ging in Leiden geschiedenis en klassieke talen studeren. Maar hij belandde toch in een technische omgeving, namelijk bij Siemens. En dat doet hij al 30 jaar. Ab van der Touw, welkom. Wat moet iemand die klassieke talen heeft gestudeerd in de elektrotechniek? Ach, weet je, Frits, een heleboel studies zijn gewoon een goede algemene ontwikkeling. Als ik meemaak wat ik de afgelopen 30 jaar allemaal geleerd heb. Alleen al de eerste 2 jaren bij Siemens, als ik in dat tempo gestudeerd had, dan was ik ook in 1 jaar afgestudeerd. Had ik een veel minder gezellige studententijd gehad. Ja, dus het is toch een kwestie van continu doorleren. Ja, ja. Maar jou, want jouw familie, die kwam wel al allemaal. Ja, heel veel ingenieurs. Ja. En ik wou dat milieu een beetje, ik wou eruit weg. Alles in Philips, je kon precies zien in Eindhoven wie waar werkte. Ja. En dus ik ben de andere kant uitgegaan, helaas. Ik ben toch weer aan de andere kant terechtgekomen. Mijn vader zei, toch nog goed terechtgekomen. Toch wel goed terechtgekomen, nou, dat is ook fijn. Ja. En mijn derde gast is een prominent christendemocraat. Hij maakte een spectaculaire carrière toen hij als ambtenaar werd ontdekt door Hans Wiegel. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd al minister. En hij leek vrijwel zeker van de premierschap, maar dat liep net even anders. Nu is hij in de Eerste Kamer fractievoorzitter van het CDA. Eelco Brinkman, welkom. Woensdag 18 maart, dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Maar het lijkt wel alsof niemand het over de provincie heeft. Het lijken wel landelijke verkiezingen. Iedereen heeft het alleen maar over de Eerste Kamer. Is dat nou wel goed? Ja, dat is wel waar qua beleving aan het Binnenhof en in de tv-studio. Maar ik ga ook veel het land door en dan merk je toch wel, zoals we dat vaker ook buiten verkiezingstijd merken, dat mensen meer met hun eigen werkomgeving of hun eigen woningomgeving bezig zijn dan met Den Haag of Hilversum. Dat wil niet zeggen dat Den Haag of de wereld daar niet toe doet. Maar ik denk dat we wel eens onderschatten hoezeer mensen toch uiteindelijk bezig zijn om hun eigen omgeving op orde te hebben. En daar heeft een provincie mede een rol in. Want hoe belangrijk zijn deze verkiezingen? Mensen voelen wel aan dat het in de Eerste Kamer er toch om gaat spannen. En ze snappen ook dat via die Provinciale Staten de Eerste Kamer wordt samengesteld. Dus maar even als voorbeeld, als je op het CDA in Zuid-Holland stemt, dan indirect heeft dat ook gevolgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. En mensen snappen wel dat met alle versplintering die er is, ja, toch voor de stabiliteit nodig is om de regering nou niet onmiddellijk naar huis te sturen, maar een beetje op het rechte pad te houden, dat het werk weer wat beter wordt, dat de belastingdruk wat naar beneden gaat, dat de veiligheid wat groter wordt. Dat is grappig dat je dat zo zegt, want die Provinciale Staten kiezen dus uiteindelijk inderdaad de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer heeft het huidige kabinet, VVD, PvdA, geen meerderheid. Nou, je hoeft niet heel erg goed alles te hebben gevolgd om ongeveer wel te kunnen inschatten dat dat na de verkiezingen ook niet zo is. Gaat het CDA, ze willen wel met elkaar door, hebben ze gezegd. Gaat het CDA dat steunen? Als ze met goede voorstellen komen, bijvoorbeeld een beter belastingplan dat de belastingen naar beneden brengt, als de pensioenen de mensen ook weer wat mogelijkheden geven om pensioen geïndexeerd te krijgen, dan is het kabinet op de goede weg. Dan zullen we dat ook steunen. Als de veiligheid, ik geloof dat het kabinet vandaag al iets meer aan de veiligheid doet, dat helpt. Dus wij zitten er niet in eerste plaats om het kabinet naar huis te sturen, maar we zullen niet blindelings gaan steunen wat ChristenUnie, SGP en D66, dat weet je nooit helemaal met D66, maar het zal dus spannend worden. Ja, en als we nou kijken naar dat systeem, hè, dan toch even, van hoe die Eerste Kamer wordt gekozen. Wordt het niet eens tijd om dat gewoon te veranderen? Dat je gewoon verkiezingen hebt voor Provinciale Staten die over de provincie gaan en dan kiezen we gewoon als kiezers gewoon de Eerste Kamer. Waarom is dat zo ingewikkeld nog steeds? Ja, dat zou kunnen, maar moeten we ons wel bedenken dat ook de Tweede Kamer rechtstreeks door de kiezers wordt gekozen. Dan zou de Eerste Kamer ook weer rechtstreeks worden gekozen. En dan krijg je, voordat je het weet, een soort competitie van wie praat er eigenlijk namens de kiezers. Dus ik voel mezelf meer thuis in een systeem waarbij de Eerste Kamer als het ware een soort raad van toezicht is. Hè. Wij willen overal in een vereniging, in een familie, in een bedrijf, dat de dagelijkse leiding is, in dit voorbeeld bij de regering, met een dagelijkse controle van de Tweede Kamer. En dat er ergens een stukje levenservaring en wijsheid en afstandelijkheid zit. Dat zegt, vrienden, we gaan niet elk wetsontwerp terugsturen. Maar ja, het kan 1-2 keer per jaar gebeuren. Dus je wordt wel even aan je vestje getrokken dat je je werk serieus moet blijven doen. Ja. Hebben jullie iets met die Provinciale Statenverkiezingen? Ik heb het debat vorige week gekeken waar u... Ja. Of gingen we tutoyeren? Was buiten gewoon. Jij zou tutoyeren. Waar ik jou ook zag. Dus dat heb ik gezien. Ja. Heb je het uitgezeten? Nee. Ik wou dat zeggen, dat was de enige volgens mij. Nee. Je had gemist hoor. Ja? Nee, maar ik heb zeker wat met politiek. Maar de Tweede Kamerverkiezingen spreken toch meer tot de verbeelding. Omdat je als kiezer het gevoel hebt dat je daar directer invloed hebt. En en ik merk, het is ook voor de waterschap moet ik nu gaan kiezen. Ik las ergens van de week een onderzoek dat er volgens mij 2% van de Nederlanders kan iemand noemen die dan voor de waterschap verkiesbaar is. Ja. Dat zijn onzichtbare mensen. Ik zou niet weten of ze ook echt bestaan. Of dat het gewoon alleen maar namen zijn op een lijstje. Ja, dat schijnt wel zo te zijn. Maar Nederland staat onder water als ze er niet zouden zijn. Nee, ze zijn heel belangrijk, blijkbaar. Maar ik weet niet wie het zijn. Dus dat leeft ook niet. En de Provinciale Statenverkiezing bij mij ook niet echt. Ik heb er zeker wat mee. Ik ben het met Elko eens dat het ontzettend belangrijk is dat er wat continuïteit in de politiek is. Dat hangt natuurlijk inderdaad af van hoe dit kabinet doorgaat. Dat zal door de gedoogpartijen niet automatisch gedoogd worden. Maar ik ben zelf voorzitter van de Economische Programmaraad voor de Zuidvleugel. Voor de economische ontwikkeling van het hele gebied tussen Leiden en Dordrecht. En dat is een eendrachtige samenwerking tussen de burgemeesters en de wethouders economische zaken van de grote steden. En daar merk je wel degelijk en ook de provincie. Hoe belangrijk de provincie is. Dan is het heel belangrijk, want de provincie en de steden vullen elkaar aan. Ja.
Al was het maar alleen vanwege het interregionaal maar vervoer. Leggen ze dat dan genoeg uit? Want nou, het is lastig om altijd uit te leggen. Er is natuurlijk wel sprake van een zekere bestuurlijke drukte in Nederland. Maar je merkt, als je praat met de kennisinstellingen, met de universiteiten, de hogescholen, de bedrijven, dat de provincie ook heel belangrijk is in het interstedelijke gebied. En provincie en gemeente kunnen met elkaar heel goed samenwerken. Dat merk ik ook in dat beraad. En het blijft lastig en het blijft onze gezamenlijke opdracht om dat te blijven uitleggen. Dus toch ook belangrijk dat we allemaal gaan stemmen? Jij bent de man van de cijfers. Wat was het opkomstcijfer bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen? Volgens mij is de Provinciale Staten altijd het één na laagst, want alleen voor Europa is het nog lager. Dus dat is 35%. Maar wat je wel gelukkig merkt, dat er ook thema's zijn die toch tot de verbeelding spreken. Van de week zie je dat nu de windmolens te dicht bij de kust moeten komen, dat toch de halve provincie in opstand komt. Ik zat in het hartje van het Groene Hart, waar men echt bezig is om de ene kant de kassen en de kwekerij hun kans te geven, ook het vervoer daar, maar aan de andere kant ook wel bezig is van ja, hoe houden we ook een beetje groen gebied voor de stedelingen. Dus we moeten niet alleen zeggen, vanuit die volle stad bekijken, maar ook het hele gebied in totaal. En daar zit die provincie ook echt wel voor. Ja, oké. Nou, toch maar gaan stemmen dan. Jij zit al heel lang in de politiek natuurlijk. Hè? En een van jouw meest opvallende erfenissen, die kent iedereen. Namelijk de Brinkman Shuffle. Dat is niet uit So You Think You Can Dance. Dat was een manier van presenteren. En laten we nog eens even gaan kijken hoe dat eruit zag. Brinkman, de kroonprins van het CDA, staat op het podium niet meer achter het katheder. Met de zogenaamde Brinkman Shuffle presenteert hij zich als een modern leider. Ja, als je het nu ziet, dan denk je, dat doen ze toch allemaal? Maar dat was toen niet zo. Nee, maar in die tijd was de hele achterbak van de koffer gevuld met accu's om de telefoon te kunnen bedienen. Gelukkig maar dat het normaal is. Ja. Maar ja, dat is altijd een beetje, als je voorloopt, dan krijg je ook wel eens op je kop. Maar dat is ook wel leuk, toch? Ja, het is ook nu eigenlijk wel mooi. Ik zie Rutte zie ik het doen en Bos die deed dat al. Ja, nee, maar goed, ik was kennelijk mijn tijd voor. Maar ja, komt meer terug, hè. De studenten bezetten het Maagdenhuis weer. Dat was alles een zat. Dus ja, vaak heeft men iets tegen traditie, maar kennelijk hebben we ook wel behoefte aan bepaalde dingen uit het verleden. Ja. Ik niet zo aan die vrije drugs. Eigenlijk is het in de popmuziek heb je de uitspraak van John Lennon: before Elvis there was nothing. Dus alles wat na Elvis kwam lijkt op Elvis, maar hij heeft het bedacht. Hij is ermee begonnen. Maar eigenlijk is het in de Nederlandse politiek, dus before Ilko there was nothing. Een goede campagne slaan we meteen erbij. Zal de tegenstander zeggen after Ilko? Nou ja, dat zou ook nog kunnen. Want stel, er zijn verkiezingen geweest. Het kabinet valt toch. Er komen nieuwe verkiezingen. Het CDA wordt het grootst. En mag de premier leveren. En Sybrand Buma die zegt, daar hebben we iemand voor nodig met ervaring. Iemand die alles al zo ongeveer gezien heeft, die ook weet hoe dat op zo'n ministerie werkt, die ook weet hoe dat binnen zo'n kabinet werkt. Ilko, we hebben je nodig. Je maakt het wel lekker. Je wordt alsnog word je premier van Nederland. Zou je daar voor openstaan? Er is een tijd van komen en er is tijd van gaan. Dit is de tijd van nieuwe mensen. Ik denk dat aan de ene kant behoefte is aan vaste waarden, aan goede tradities. Een land waar we ook echt in geloven, waar we wat voor doen. Maar tegelijkertijd ook met mensen van de leeftijd van aan. Zoals ik jong was, dan heb je daar ook de volle energie voor. En dan op de achtergrond wil ik heus nog wel een tijdje meedraaien. Maar je bent zo jong begonnen, 34 jaar minister. Als ik even kijk naar andere landen, we hoeven namelijk naar Amerika te kijken. Dan kan je nog makkelijk premier worden. Frits, toen ik voor het eerst in Japan kwam als jong minister, toen we werden we allemaal voorgesteld. Toen vroeg de collega uit Japan, waar is de minister? Ik was 34. Ja. Hij was geloof ik 82, kon nog bukken en een stuivertje van de grond rapen. Wij gaan niet in die tijd dat wij 80ers en 70ers premier maken, denk ik. Nee, maar dat ben je ook nog niet. Nee. Ik heb nog een tijd te gaan in de Eerste Kamer. Ja, maar niet als premier. In de Eerste Kamer is er nog veel werk te doen. Oké. Want ik zei het bij de aankondiging al, bijna was je premier.
Dat was toen in 1994 lukte dat niet na dramatische verloren verkiezingen. Waarbij met name Ruud Lubbers in zijn nadagen als premier compleet de weg kwijt leek. En zelf daarover wel eens heeft gezegd dat hij op een gegeven moment radeloos was. Die kondigde toen zelfs aan op een verkiezingsbijeenkomst dat hij niet op de nummer 1 ging stemmen. Nou, dat zag iedereen als een dolkstoot. En verbijsterde iedereen in de politiek Den Haag. Is dat ooit nog goed gekomen tussen jullie? Ja, we spreken elkaar ook echt wel inhoudelijk. We meten elkaar niet. Bovendien moeten we wel bedenken dat men, het land, D66 voorop, het CDA, wat zat was. Dus je moet op een gegeven moment ook accepteren dat er eens een keer een andere coalitie komt. Wat je nu ziet is dat er ook wel weer behoefte is aan verandering. Mensen zijn toch die extreme wat zat aan het worden. Mensen willen ook wat degelijkheid, een beetje consistentie. Het idee waar D66 nu weer mee komt om vrije wietteelt te hebben, dat vinden de mensen denk ik toch over het algemeen een beetje kierenwiet. Dus je moet op tijd ook zeggen bepaalde dingen uit het verleden. Dat is een toepasselijke woordspeling hier. Ja, maar we moeten hier ook nieuwe slogans aangaan. Nee, maar je hoeft dus niet alles uit het verleden te verheerlijken. Dat doen wij ook niet. Maar zo moeten anderen dus ook zeggen, luister, ook van de nieuwe tijd zijn er dingen die nu worden voorgesteld. Dat moet je niet meer doen. Maar dat deed de kiezer. Dat is toch iets anders dan dat je voorganger zegt, ik ga niet op je stemmen. Ja, als gezegd, dat was niet handig. Maar tegelijkertijd, ik heb van de week in een televisieopname daarover ook nog eens gezegd. Achteraf bekeken, had het CDA misschien wel iets te lang daar gezeten. Dan raak je ook op elkaar uitgekeken. Net zoals men op bepaalde producten wordt uitgekeken, raakt uitgekeken. Dus je moet ook een keer accepteren en een andere kans krijgen. Dat is ook democratie. Maar dat moet toch pijn hebben gedaan, toch? Ja, zeker, zeker. Ja. Maar ik heb daarna nieuwe kansen gekregen in de bouw en daarbuiten. Dus ik ben op zichzelf geen ongelukkige mens. En op goede voet met Lubbers weer inmiddels? Ja, die spreekt tot op de dag van vandaag. Hul, die hebben het dan over oudere mensen, over energie en andere onderwerpen. Dus is altijd nog betrokken. En zo hoort het wel. Je moet dus niet denken nederlaag en weg. Tegenwoordig gooien we de mensen iets te snel bij het grof vuil, vind ik. Hoe werkt het eigenlijk intern? Jullie komen allebei uit de politiek. Hoe werkt dat intern bij de politiek? Want ik snap dat je naar buiten toe niet kan zeggen, nou, ik heb me toen toch een partij tegen hem staan schelden. Maar gebeurt dat dan binnenskamers wel? Dat je zegt, wat ben jij een ongelofelijke klootzak dat je dit doet. Ik denk dat dat binnen de kamers wel gebeurt, maar ik denk dat Ilko Brinkman dat niet gaat toegeven hier. Ja, er wordt intern natuurlijk gesproken hoe je een campagne gaat voeren en dan gebeuren dit soort dingen. Daar wordt wel even over gesproken met de camera. Het heeft ook geen zin om de camera erbij te halen. Dat snap ik ook wel. Dat snap wel dat wel mooie televisie zijn. Ja. Absoluut. Ja, ik had het wel willen zien inderdaad. Ja. Siemens. Als je Siemens zegt, dan denken veel mensen aan elektronica, aan wasmachines, aan huishoudelijke apparaten. Anderen denken misschien eerder aan energie of aan gezondheidszorg. Maar jullie hebben eigenlijk het liefst dat mensen dan denken aan duurzaamheid. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, zoals er net gezegd werd, voor Elvis was er geen muziek, voor Elko was er geen shuffle en voor Siemens was er geen elektrische tram. Dat is echt zo, want we hebben de eerste elektrische tram in Nederland geleverd, eind 19e eeuw. Voor de afstand tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee. Dat was de vervanging van de paardentram. En men maakte zich toen zorgen over grote hoeveelheden paardenvijgen op straat als dat maar ongebreideld door zou gaan. En toen zijn we met de elektromotor gekomen. Dat is een heel duurzaam iets, duurzaam vervoer. Dat geldt voor treinen, trams die op elektriciteit lopen. En elektriciteit kun je zeer duurzaam met biomassa, met windenergie, met zon opwekken. Dus dat is ten opzichte van de fossiele brandstofmotor een hele schone vorm van transport. Dus transport is ook een vorm van energie gebruiken. Ja, nou, je begint zelf al over de trams. Toen de paardentram werd vervangen, werden het elektrische trams. Dat was een opdracht van Siemens. Er komen nu weer nieuwe trams. Ja. En weer zijn ze van Siemens. En ze zien er zo uit. Ze zien er dus in ieder geval mooi uit, maar waarin verschillen deze trams nou precies van de trams die we kennen? Ze zijn veel groter, kunnen veel meer mensen tegelijkertijd vervoeren. En ze zijn veel energiezuiniger dan de bestaande trams. Ze zijn voor het HTM-traject echt ingezet voor het woon-werkverkeer. Dus de bedoeling is dat deze trams met een hele grote frequentie gaan rijden tijdens de spitsuren, 's morgens en 's avonds.
om veel mensen zonder dat ze hoeven te wachten, dus ook niet een typische dienstregeling, maar elke 3 à 4 minuten, net zoals de metro, dat mensen makkelijk en ook een plaats kunnen vinden. Want je ziet dat mensen best wel met het openbaar vervoer willen. Maar dan moet je niet te lang in de regen willen wachten. Dan moet je heel weinig kunnen wachten op een tram. Je moet altijd een zitplaats hebben. En daar zal deze tram in voorzien. Ja. En wanneer gaan we hem dan ook echt zien? Want dit was de koning heeft hem dus onthuld. Ja, dit was de opening door koning Willem-Alexander samen met Jaap Bierman, de algemeen directeur van de HTM. Dan rijden er nu 4 in Den Haag in een testsituatie. Want je moet natuurlijk altijd kijken of zulke lange en brede trams alle bochten goed kunnen pakken. Of ze in de remise kunnen enzovoorts. En dat loopt nu goed. De testresultaten zijn... Er zitten geen passagiers in terwijl jullie dat aan het testen zijn. Nee. Er zitten geen passagiers in. Maar het is wel zo dat passagiers een hele belangrijke rol spelen. Verenigingen zoals Rover hebben ook een evaluatie gedaan hoe gebruiksvriendelijk het is. Deze tram heeft een zogenaamde lage instap. Voor een vergrijzende bevolking met rollators is dat wel makkelijk. Voor moeders met kinderwagens. En je moet er snel in en uit kunnen. Hij moet makkelijk te bedienen zijn. Hij moet ook veilig voelen. Je moet er lekker kunnen zitten. Dus er zijn nogal wat verenigingen. Ja, en het lijkt me dat je het ook heel goed moet testen om te voorkomen dat je van die Vira-taferelen krijgt. Ja, nou ja, dat moet je inderdaad voorkomen uiteraard. Ja. Dus dat klopt. En hoe voorkomen jullie dat? Door uitgebreide testen. Niet alleen testen zelf in onze fabriek, maar ook met reizigers. Met de vereniging van blinden en slechtzienden. Een vereniging van doven. Want ook voor die bevolkingsgroep moet dat openbaar vervoer natuurlijk heel veilig zijn. En daar krijgen we veel terugkoppelingen uit van wat wel en wat niet goed werkt. En dan krijg je dus aanpassingen. En als je het goed doet, dan neem je ook behoorlijk de tijd om een nieuw rollend materiaal goed te testen. Zo'n Vira-debakel, dat had Siemens niet kunnen overkomen? Nou, dat had ons ook kunnen overkomen. Kijk, vroeger namen wij wat meer de tijd als samenleving om dingen te testen. En hier is denk ik ook iets te snel tot allerlei conclusies gekomen. We zijn in een hele jachtige samenleving gekomen. En je moet, als je iets compleet vernieuwt, moet je een beetje de tijd nemen. Vergeet niet dat de trams die we aflossen vaak al... Dat is techniek van 30 jaar geleden. Dus het maakt een enorme sprong in de technologie. Er is veel software, touchscreens. Je zult dat dus je moet er heel veel aanpassen. Je moet heel veel aanpassen. Ja. En ook de mensen van de HTM die dat moeten onderhouden, moet je ook de tijd geven om dat goed... Dat is ook bij een NS is dat het geval. Er zit nog wel een bestuurder op zo'n tram? Er zit een bestuurder op de tram. En dat is ook belangrijk. Omdat je altijd moet kunnen ingrijpen. Net zoals een piloot in een vliegtuig. Er wordt heel veel door techniek ondersteund. Maar je hebt hem toch nog nodig voor noodgevallen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat Jaap Bierman, de directeur van HTM, die komt van de NS. Dus die heeft een ervaring van de NS die hij meeneemt in het inzetten van wat er nu bij de HTM gebeurt. Napje zegt, hij gaat vaker rijden. Maar gaan er ook nog meer stellen rijden, dus dat je nog meer mensen kunt gaan vervoeren? Ja, er komen in totaal nu 60 tramstellen, die vrij lang zijn, het hele perron vullen. En ze komen op de hoofdlijnen van de HTM te rijden. Dus daar waar het merendeel van de woon-werk forensen rijden. Gedurende de ochtend- en die avondspitsen. Dus dat is een groot aantal wat er komt. Het is, sterk ik nog, ik denk dat het een van de grootste tramopdrachten uit de geschiedenis van Siemens in Europa is. Mm-hmm. Dus in die zin is de HTM heel vooruitstrevend om zo'n groot park daar neer te zetten. En het is natuurlijk ook mooi dat het bedrijf dat 135 jaar geleden zich heeft gevestigd in Den Haag, dat die dan ook de trams voor Den Haag levert. We hebben even moeten wachten op die opdracht. Ja, nou ja, 135 jaar, je moet het ook nog ontwikkelen misschien. Ja. Maar het valt me sowieso op dat als je in Den Haag loopt, kom je Siemens heel vaak tegen. Bij het Mauritshuis, bij het Nederlands Danstheater, bij het Residentieorkest. Het is een Duits international, maar als je het niet zou weten, zou je denken, het is een Nederlands-Haags bedrijf. Vind je dat belangrijk? Ja, vinden we zeker belangrijk. Wij spelen een rol in de samenleving waar we werken. Of het nou over energieopvatting, opwekking gaat of over trams. Je zit in die samenleving. En wij doen dat al inderdaad ruim 135 jaar in Den Haag. En zo wij iets zijn, zijn wij Hagenaar. Vreemde couperus. Meer dan de helft van onze 3000 medewerkers woont en werkt in Den Haag. Gaat naar school. Heeft opleidingen in Den Haag. En daarom zitten we ook in het Mauritshuis. En we verbonden aan het project Den Haag Cares voor achterstandswijken en kinderen. Daarom zitten we met het Haagse Conservatorium, met het Jeugdorkest. Dat zijn oude banden die we al heel lang koesteren. Dus we zijn zeer in de Randstad geworteld hier in Den Haag. Ja.
En ander project wat jullie doen met het Haga-ziekenhuis, is het Transportium, hè? In Zoetermeer, ja. De ijsbaan met van alles erop en eraan. Hoe staat het daarmee nu? Ja, heel goed. We zijn samen met DAV Haskoning en met de gemeente Zoetermeer. En met het bouwbedrijf Dura Vermeer, niet te vergeten. Bezig om een plan te ontwikkelen. We zitten nu in de afronding van de financiering daarvan. Om een grote schaatsbaan in Zoetermeer te krijgen. Zoetermeer profileert zich al een hele tijd met succes als de stad van sport en leisure. Ja. En 70% van de actieve beoefenaren van de wintersport zitten in Snow World. En zitten ook hier in de Randstad. Dus er is behoefte aan ijs. En het leuke is dat het Haga ziekenhuis wil daar ook sportfysiologisch onderzoek doen. En niet alleen voor schaatsers, maar ook voor atletiek, turnen. Dat zijn ook sporten die heel groot zijn, met Popatria. En die hallen kun je dus ook gebruiken maar, in maar wanneer in gaat dat nou echt... De bedoeling is dat we dat in de jaren 2018, 2019 gaan bouwen. Daar is alles nu op gericht. En dat we daar in de breedte sport en de recreatie vooral heel veel gaan doen. Het heet Transportium. Ja, het heet Transportium. Sport. We gaan er even naar kijken, naar die naam volgens mij. Ja, vind je hem niet zo goed? Hey, hetzelfde als Transferium, dat was dan bij de Arena. Dan weet je eigenlijk automatisch dat lelijke plekken zijn. Een naam die zo, dan klinkt het zo als een betonnen... Kale vlakte. Art, ik ben het volslagen met je eens. Het heeft te maken met de locatie waar het komt. Dat heet Transportium. Maar wat we daar nu gaan realiseren, waar overigens ook een heleboel wetenschap gaat plaatsvinden met TNO, met ESA, ESTEC en met het Haga ziekenhuis, dat moet dus een andere naam krijgen. En ik denk dat het prachtig is om in het programma Wie is de Mol nou eens een keer de vraag uit te zetten. Wat daar voor een mooie naam aangegeven kan worden. Hoe moet Transportium gaan heten? Voorlopig is dit een werknaam. Ik neem hem mee. Oh, het is een werktitel. Ja. Nou, okay, Mol, dan, meer over dan kan je er nog vanaf. Dan kan je er nog vanaf. Ook dit seizoen kijken we weer elke week achter de schermen bij een bedrijf uit de regio. En deze week zijn we bij Boerengoed uit de Lier. Zij hebben de Vers voor de Persbox. En dat is een doos vol groente en fruit dat normaal weggegooid zou worden, maar qua smaak helemaal niks mis mee is. Een zoete aardappel met een gekke vorm. Nou, dit wordt dus afgekeurd. En wij begrijpen niet waarom. Deze grapefruit bijvoorbeeld heeft wat plekjes op de schil. En hierdoor wordt die afgekeurd. Maar die is op zich nog goed te eten. Ik heb bij een distributeur gewerkt en ik zag daar eigenlijk op mijn eerste dag al dat er ontzettend veel wordt weggegooid, afgekeurd. En had toen al heel, heel erg stellig zoiets van daar wil ik iets en daar moet iets mee gebeuren, want het is gewoon ontzettend zonde. Daarom de Vers voor de Persbox. Wij willen fantastisch mooie groenten die er misschien niet zo heel mooi meer uitzien, maar waar qua smaak dus echt helemaal niks mis mee is, een tweede kans geven. Deze courgette is te dun van vorm en daardoor onverkoopbaar, maar niet voor ons. We hebben gewoon verschillende punten waar we wekelijks heen rijden, waar we contact mee onderhouden. En zo proberen we een mooie variatie elke keer aan te bieden. De naam dekt de lading, Vers voor de Pers. Dit zijn producten die direct geschikt zijn voor soep, sap en andere vloeibare gerechten, smoothies. Dit heb ik gemaakt met de inhoud van vorige week. En dit is een perfecte manier, want het maakt dus echt een bal uit hoe het product eruit ziet. En het smaakt nog eens heerlijk ook. Je betaalt voor 5 kilo €9,50. Ik denk dat als je naar menig supermarkt gaat en je koopt al een paprika in 3 stuks, dat je al €3 kwijt bent. Dus reken maar uit. Het steeltje mist en dat maakt het een afkeurproduct. Maar ik eet het steeltje niet en jij ook niet, denk ik. Te zacht, maar onwijs lekker. Het is doodzonde en wij hopen hiermee wat mensen wat te leren van groenten en fruit. Wil je nou ook met jouw bedrijf in Frits? Mail dan naar westbusiness@omroepwest.nl. En dan, wie is de mol? Oh, dat wilde je graag zeggen. Maar het seizoen 15 zit er bijna op. Er hebben weer meer mensen gekeken.
Wat is de kracht en wat blijft blijkbaar de kracht van dat programma? Ja, ik vind het toch eigenlijk wel een lastige vraag. Ik ga proberen er... Ja, want we denken er wel over na als makers. Maar ik denk dat een deel van het succes van Wie is de Mol ligt in het feit dat je thuis kunt meedoen. Ja. Dus het is een programma waar je niet alleen naar kunt kijken, maar ook actief aan kunt meedoen. Je kan meezoeken, je kan het hardgrondig oneens zijn met je klasgenoten, je collega's. Degene die naast je zit op de bank. Ja, ja. En dat maakt dat het volgens mij... dat mensen toch jaar na jaar willen zien. En dat steeds meer mensen het willen zien. Want hoeveel kijkers heb je nu? Zaten nu... Ja, we hadden nu... was de laatste keer vorige week was bij Feyenoord de wedstrijd gestaakt. Dus RTL 7 zond die wedstrijd uit. Had in één keer de best bekeken avond, waardoor wij iets minder hadden. Maar normaal zitten 2,5 miljoen of zo. Ja, dat is enorm toch echt veel. Ja. Ik zei het al, in 2011 deed je zelf mee. Je wist het programma toen ook te winnen. Laten we daar nog even naar kijken. Okay. Wie is de mol? Patrick. Thanks, man. Ik heb gewoon keihard gelogen tegen mijn vriend Patrick. Ik ben de mol. Ja, en dat is Patrick Stoot. Zeker. Dat was de mol. Ja. En jij was de winnaar. Ja. Dus jij wist het. Ik wist het. Hoe was je erachter gekomen? Nou, Patrick en ik raakten bevriend. Dat zijn we nog steeds. En wij deelden vaak bij Wie is de Mol deel je kamers, zoals je weet. Ja. We hadden een klik. We konden heel goed met elkaar opschieten. En op een gegeven moment dacht ik, maar iets klopt er niet aan jou. Want hij gedroeg zich toch soms op bepaalde momenten net iets anders dan een kandidaat zou doen. Dus op een gegeven moment kreeg Wat is dat dan? Ja, moet je dat nou... Ja, kijk, jij bent niet zo ver gekomen in het spel. Dus jij snapt dat natuurlijk niet. Nee, dat is zo jammer, dank je. Maar als je... Nee. Als je wint, ja. Nee, hoe je dat ziet, er zat soms een soort ongemak in. Of een soort spanning. En bijvoorbeeld ik zal één tip geven voor de kijkers. Als je kijkt naar Wie is de Mol, bijvoorbeeld bij die test en executie, een rood en groen scherm aan het einde. Kijk, jij was een stuk van dat je naar huis moest. Jij was emotioneel. Maar jij was ook vaak echt opgelucht als je een groen scherm kreeg toen je meedeed. De mol weet natuurlijk dat er altijd een groen scherm zal zijn. Ja. Dus je moet acteren als mol dat je opgelucht bent. Als je daar goed op let, dan kun je soms zien dat je denkt, nou, dit is, ik weet niet of dit klopt of niet. Ja. De beste acteur wint. De mol moet wel goed kunnen acteren, in zekere zin. Ja. 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 Het was overigens maar goed dat je won ook, hè? Hoezo? Want je kan helemaal niet tegen je verlies. Nee, zeker niet. Nee, klopt. Nee, ik kan niet tegen mijn verlies. Nee. En daarom was Wie is de Mol ook uitermate geschikt voor mij. Andere spelletjes mag ik vaak niet meer meedoen, omdat ik nogal geneigd ben om te vals spelen. Ja. En bij Wie is de Mol mag dat. Dus dat was ideaal. Ja. Ja. Een jaar later werd je presentator van het programma. Was je ook presentator geworden als je niet had gewonnen? Dat denk ik wel, ja. Sterker nog, er was bij de AVRO werkte destijds Ruben Nicolai. Ja. Maar hij ging naar BNN toe, dus ze waren op zoek naar een vervanger. En er scharrelde daar ergens al een bandje rond van de eerste aflevering. En op basis daarvan zijn we met elkaar gaan praten, de AVRO toen nog, inmiddels AVRO TOS en ik. En zij wisten niks van het spelverloop. Er is echt maar een heel klein clubje binnen het team van Wie is de Mol dat vanaf het begin af aan weet hoe het zit. En ook als de opnames zijn geweest, dan houden we dat kringetje zo klein mogelijk. Ja. Dus zij wisten er niks van. En er waren, hoe langer ik meedeed, er waren ook al wat kijkers die mij behoorlijk vervelend begonnen te vinden op een gegeven moment. Dus ik heb altijd gedacht dat het maar goed was dat ze niet de hele reeks hebben gezien. Misschien heb ik dan nooit een contract gekregen. Nou, kijk al. Nou ja, seizoen 12 presenteerde je dus. En dat is een heel bijzonder seizoen. Ach, wat een in ieder geval voor mij, want ik mocht meedoen. En dat zag er zo uit. Ah, kut! Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, nou, come on, get a grip. Dit is je laatste kans. Lisbeth en Maarten waren al neergeknald. Ik sta nu tegenover de man die zijn vrijstelling wil bewaken. Maar ik wil die 1500 piek. Gegeven, maar ja, hij zat gewoon in het leger vroeger. Ik had geen kans. Ja, Rembo Hoefnagel. Dat laatste viel overigens wel mee. Ik heb gewoon mijn dienstplicht bij de marine vervuld. Maar daarna werd het wel in het hele seizoen, zodra er iets beschieten was, dan... Frits! Ja, dan mocht ik op. Annemarie was toen de mol. Is ook eerder hier in het programma geweest.
Wist jij al dat zij de mol was als presentator? Weet je dat van tevoren? Ja, ja. Want in dat jaar was bijvoorbeeld... laat ik het goed zeggen. Er is een klein clubje binnen het team dat weet wie de mol is. En ik hoor erbij zodat je ook mee kan denken over opdrachten. En misschien soms wel eens een hint her of der kan geven. En in jouw seizoen sprak ik de groep vrijwel permanent aan met... Jongens. Jongens. En ik zei altijd terug, Art. Ja. Maar zij heet natuurlijk Annemarie Jong. Ja. Dus dat was op die manier door de hele tijd jongens, jongens. Volgens mij is er ook een compilatie van gemaakt en op YouTube gezet, waarbij je mij in een minuut 156 keer jongens, 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 jongens hoort zeggen. En jij zei altijd dan inderdaad Art. En dat was mijn eerste jaar dat ik het moest presenteren. En dacht ik, hij doet het weer. Hij doet het weer. Ja. Heb je ooit versproken? Ik heb me in het eerste seizoen toen ik het presenteerde, dus dat was dit seizoen... helemaal op het einde thuis tegen mijn vriendin versproken. Want toen hadden we een bespreking met de mol over de finale aflevering. En toen zei ik, ja, ik moet straks natuurlijk naar Annemarie. Toen dacht ik, nee. En toen heb ik heel hard overheen gesproken, maar ze had het wel door. Maar gelukkig de mond gehouden. Ja, maar proberen ze thuis ook erachter te komen? Ja, ja, we hebben een Ik herken dat namelijk, want ik heb nog nooit meegemaakt dat mijn moeder echt op een gegeven moment zei van... we gaan nu dat en dat doen. En ze, ja, dus ik kan niet kijken, maar dan kijk ik volgende week wel weer. Ja? Toen zei ik, ja, maar je weet toch helemaal niet of ik er dan nog in zit. Oh, nou ja, ik dacht ik kan het toch proberen. Dan denk ik, nou ja, dan ben ik wel thuis. Ja. Ja, nee, ja, mijn moeder is ook groot fan van Wie is de Mol. Er is nu een Wie is de Mol app waar, ik weet, 200.000 mensen doen mee met die app. Dan kun je op je verdachte inzetten. En dat is in mijn familie, wordt er hard aan meegespeeld. Ja. Ja. Ja, die ga ik winnen, denk ik. Ga jij de app winnen? Ja, want ik zit namelijk compleet in een tunnelvisie. Ik zit vanaf aflevering 1 op Margriet. Ja. En die is het ook, toch? Hop. Nou, mijn secretaresse, ze houden het op Rick van de Westerlaken. Ja? Maar mijn buurmeisjes, die zeggen het is Margriet. Ja. Maar ik geloof mijn secretaresses. Heel verstandig om dat ook hier te zeggen. Ja. Ook al heb jij wel eens gekeken? Een halve keer. En namelijk van de week. Donderdag. En intuïtief denk ik dat Margriet het is. Kijk. Je schudt ja. Oh, je bent moe. Nou, over afgelopen donderdag gesproken. Emotionele taferelen. Ja. Die zijn er regelmatig bij afscheid. Ja, afgelopen donderdag verliet Chris huilend het programma. Chris. Blijdschap, jongens. Ja, dat loogt hij natuurlijk. Blijdschap. Ja, nou ja, maar jij herkent, ik bedoel, toen jij je rode scherm kreeg, was je ook redelijk ontroostbaar. Ja. Ja, omdat je gewoon meteen, je gaat meteen ook weg. Dus je kan het beter zeggen dan ik, misschien wel. Maar je bent natuurlijk een enorme vriend. Het is een beetje een ontgroening bij een studentenvereniging. Je maakt met elkaar heel veel mee in korte tijd. En dan moet je opeens, in één keer moet je weg. Je valt in een gat. Ja. Maar dat is namelijk ook een raar. Je doet dus mee aan een spel waarin het de bedoeling is dat je elkaar belazert. Ja. En elkaar op het verkeerde been zet. Ja. Je hebt elkaar, de meesten hebben elkaar van tevoren helemaal niet gezien. Ik weet nog dat toen ik... Wat dat betreft is het net coalitievorming eigenlijk, hè? Ja. Maar er is geen enkele voor het proefje. Men gaat naar de bestemming en daar treft men bij spreken ook het eerst. Ja. Ben je niet eens waar naartoe? Nee, nou, die groentijd. Ja. Dat is wel een En zijn er na afloop nog reunies? Zeker. Sterker nog, ik ben vorige week bij deze aflevering zijn 7 kandidaten bij een van de kandidaten thuis gaan kijken. En er is een WhatsApp-groep die elke dag, weet ik al, honderden berichtjes... Nou, die van jullie groep volgens mij ook nog. Er wordt druk contact onderling. Ja. Het grappige aan het afscheid van Chris was, hij heeft ook een dagboek erover geschreven, dat hij... Hij zat op Sri Lanka en hij vloog via Abu Dhabi naar huis. En tot het vliegveld in Abu Dhabi, totdat hij in het vliegtuig stapte naar Amsterdam, was hij ervan overtuigd dat het niet waar was. Ja. Dat hij nog terug dat zou hij komen. Nog terug mocht komen. Dat er nog iemand hem zou komen ophalen. Dus hij zat in de taxi en dacht, dat klopt niet. Er gaat naar iemand anders horen dat hij naar huis moet. Ja. En ik ga winnen. En dan bij de gate, hier staan ze me op te wachten. En dan in het vliegtuig, nee, ze komen me er nu uithalen. Oh, we hebben een tussenstop. De finale is in Abu Dhabi. En de rest weet het nog niet. Nou ja, dat doet het allemaal mee. Misschien nog erger. Over een mindfuck gesproken. Ja. Wat ga je na donderdag doen? Dat is een zwart gat, hè? Nou ja, dat is het rare bij Wie is de Mol. Wij zijn nu alweer bezig met het volgende seizoen. Ik ga het volgende seizoen weer presenteren, tot mijn grote plezier. Ja. Er zijn nu al teams van ons op researchreis geweest naar de volgende locatie. We zijn nu al bezig om nieuwe opdrachten te verzinnen. Er worden wel nieuwe kandidaten
geworven. Dus ik verwacht nog een antwoord van de heren daarop. En nou ja, zo zijn we al druk bezig. Ja. 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 En wat kan je er al over zeggen dan? Helemaal niks. Nee. Nee. Dat dacht ik al. Ja. Ja. Lekker dan. De slotvraag. Die is iedere week hetzelfde en is ook voor iedereen hetzelfde. Namelijk, wat staat er bij jullie aankomende week in de agenda? Iets waar je naar uitkijkt, iets wat er zeker niet uit mag en wat ook zeker niet verzet gaat worden. Eelco. De verjaardag van Janneke. Kijk, vrouw. Jouw vrouw. Dat mag ik niet vergeten en zal ik niet vergeten. Nee, dat doe je ook niet. En anders is dit een mooie herinnering. Zo is het. En wanneer is dat? Dat is 1 maart. Morgen. Al, dus. Hé, hey, ja. Nou, alvast gefeliciteerd. Dankjewel. Ab. Ja, de leeftijd van een vrouw mag je vergeten, maar haar verjaardag heel niet, jong. Hè? Ja, 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 ja. Nee, waar ik me erg op verheug, dat is een gesprek met de directeur van het Mauritshuis, Emily Gordenker. Ja. En de directeur van het Nederlands Danstheater, Janine Dijkmeijer. Bij beide zijn wij nauw betrokken. Je zit toch ook in de Raad van Toezicht? Ik zit in de Raad van Toezicht van het Nederlands Danstheater. Een prachtig instituut, wat het Rijksmuseum voor Amsterdam is. Dat is het Nederlands Danstheater voor Den Haag. En overigens ook zo'n instituut als het Mauritshuis. Prachtig gerenoveerd. Heel mooi geworden. En we zullen kijken of we iets samen kunnen gaan optuigen. Een grote nieuwe tentoonstelling. En dan met dans erbij. Bijvoorbeeld op de Hofvijver. Dat zijn de plannen. Dus, en juist in dat samenwerken tussen kunstinstellingen denk ik dat je hele mooie dingen kunt doen. En wanneer gaat dat gebeuren? Ik hoop volgend jaar dat we iets vrijs kunnen gaan doen. En het moet er nog een beetje een verrassing blijven, dus ik kan er niet al te veel over vertellen. Maar dat is wel iets waar ik me echt op verheug. Maar als er dan toch een verrassing moet blijven, dan kom je er wel hier over vertellen als het duidelijk is? Als je me uitnodigt, Frits. en een beetje van tevoren vertelt hoe ik me moet opstellen en wie is de mol. Dat is het. Ja, precies. Dan maak je een goede kans. Quid pro quo. Ja. Hoort wat. Art. Ja, in ieder geval donderdag. Ja, donderdag de finale, want die is voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol live. Ja. Vanuit Vondelpark in Amsterdam. Daar is iedereen ook bij welkom. We gaan grote schermen erop hangen, zodat je als fan daarbij kan zijn. Ja, want even wat je zegt, van, dat is nieuw. Want voorheen was het zo dat er weliswaar tijdens het seizoen, maar door alle deelnemers, nog 1 keer bij elkaar werd gekomen voor de laatste aflevering. Ja, nou en dat gebeurt nu ook. We zullen aan tafel zitten met alle kandidaten, met de mol, de winnaar en de verliezend finalist. Maar we doen dat wel. Donderdagavond 8:30 zitten we daar klaar live om dat te doen. Om toch iets meer het gevoel te hebben dat we de reuring die nu rond het programma is, dat we dat in het programma kunnen laten zien ook. Dus daar, ik verwacht jou in het Vondelpark. Betekent dat ook dat de afgevallen kandidaten nu ook echt nog niet weten wie de mol is? Ja. Ja, dat is het enige nadeel, want ik vind het een heel dynamisch idee om het live te doen, maar we vragen nog meer van de kandidaten, want je moet dus nog langer wachten voordat je weet hoe het zit. We nemen op in mei, juni, nou moet je nagaan, we zitten nu in februari, dus het is een groep kandidaten die al zo lang nagelbijtend naar elkaar zitten kijken van wie zou het nou zijn. Ja, om dan donderdag te horen dat het Margriet is. Nou, dat is toch gelijk. Oké. Ikzelf, ik kijk ook uit naar donderdag. Want donderdag is ook het jaarlijkse sales event van de SMA in Grand Hotel Huis Terduin in Noordwijk. Waar onder andere de commercieel directeur van het jaar wordt gelauwerd. En dat is geen mol. Nee? Nee, dat is geen mol. Okay. Die moet echt zijn best doen. Volgende week, dan ben ik hier weer. Dan bij mij aan tafel, Mark Zegeling. Hij is schrijver van het boek Sterke Verhalen. En het gaat over de geheimen achter de gevels van de beroemde KLM-huisjes. Weet je wat, die je in de business class krijgt. Heel mooi boek. En daar zit inderdaad jenever in. Ook dan aan tafel ondernemer Jacques van Ginderen. En de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website omroepwest.nl. En wilt u de uitzending een keer bijwonen? Mail dan naar publiek@omroepwest.nl. Graag tot volgende week. Dag!